Een vriend van mij, een buitenlands verslaggever, schreef me... Gedurende enige tijd ben ik weer in Nederland. Zag er weer de bekende plekjes, maar ben nu ook eens wat verder het land in getrokken. Dikwijls trekken wij als toerist alleen naar het westen van Nederland. Terwijl toch ook Arnhem, dat zo prachtig centraal is gelegen, de volle aandacht verdient. Op de plaats waar de Rijn, stromend vanuit het zuiden, zich tegen de hoge Veluwezoom splitst naar het westen en het oosten, ligt verscholen tussen de weelderigste bossen, oprijzend uit het vlakke rivierenland, deze mooie stad. De Rijn en vele toegangswegen uit alle windrichtingen maakten Arnhem reeds van ouds tot een belangrijk knooppunt in de verbindingen van oost naar west, van noord naar zuid. Door haar prachtige ligging ontstonden reeds in vroegere tijden verschillende kleinere vakantieoorden rond Arnhem, zoals Renkum, Oosterbeek, Velp, Reden en De Steeg. Geen wonder dat jaarlijks steeds meer toeristen het centrum van deze prachtige streek, Arnhem, komen bezoeken. In de 13e eeuw ontving Arnhem stadsrechten uit handen van Otto II, graaf van Gelre en Zutphen, waarna het zich snel ontwikkelde tot een bloeiende handelsstad. Een van de merkwaardigste oude gebouwen is het stadhuis, in 1546 gebouwd door Maarten van Rossum. Deze rijk geworden maarschalk wilde voor zijn huis een gouden stoep, maar dat werd verboden door de strenge 16e eeuwse schepenen, waarop de boze maarschalk zijn huis met afstotende voorstellingen liet afwerken. Vandaar de naam Duivelshuis. Eigenlijk is Arnhem één groot park waarin een stad werd gebouwd. Vooral gaat de stad onmerkbaar over in uitgestrekte parken en bossen. Arnhem en omgeving vormen een lustoord met de fraaiste kastelen. Zoals bijvoorbeeld kasteel Biljoen en kasteel Roosendaal. Je vindt er niet alleen de statige pracht, maar ook de speelse versiervreugde van vroeger tijden terug. In het park Roosendaal, waar de onverwacht opspuitende fonteintjes de rechte naam Bedriegertje dragen. Waar de kettingbrug u dwingt tot niet vermoede sportieve prestaties. Een heerlijke omgeving. Een uitbundige vreugde te midden van de statige pracht der bossen waarin een stad werd aangelegd. Met moderne villa's, bungalows en verrassend mooie arbeiderswoningen te midden van de grootste bloemenpracht. Als in een droom wandelde ik door deze stad. Door al mijn indrukken kwam er één vraag in me op. Was dit nu die zwaar getroffen stad Arnhem? In het verkeershuis stelde ik die vraag aan de receptioniste. Ze glimlachte wat. Ze gaf mij foto's. Foto's. Van een totaal verwoeste stad. Zo was Arnhem. Ik dacht aan alle jonge mannen die hier gevallen zijn. Die allen hun laatste rustplaats vonden bij Arnhem. Toen leerde ik Arnhem eerst goed zien als een symbool van opbouw, van ondernemingsgeest. Van een wereld waarin kinderen vrij kunnen opgroeien. Van een gemeenschap die met liefde voor zijn oude vandaag zorgt en bouwt. Van mensen die werken en vreugde kennen. Thank you.
Arnhem is een stad waar geest en cultuur tot hoge bloei zijn gekomen. Waar de muzen een waardig huis vonden. Waar oude en moderne kunst in musea met zorg worden bewaard. Zoals in elke belangrijke Nederlandse stad vestigden zich ook in Arnhem vele industrieën. Een verstandig stadsbestuur plaatste deze echter allen in een vlakke landstrook welke in de directe omgeving van de Rijn is gelegen. Daardoor bleef de harmonie tussen stad en natuur schoon behouden. Steeds meer toeristen uit alle delen van de wereld komen naar Arnhem om daar hun vakantie door te brengen. Nergens is de natuur zo aantrekkelijk om te kamperen. Hier kunt u pas werkelijk ontspanning vinden. U kunt er dromen. Dromen van grote avonturen. Ja, ja, hier worden uw stoutste dromen werkelijkheid in het uitgestrekte Burgers Dierenpark, waar u de dieren in de vrije natuur kunt bekijken. Of zo gewild bestuderen. Iedereen vindt er gelegenheid om zijn lievelingssport te beoefenen. Wellicht houdt u ervan lange wandelingen te maken door de bossen die geleidelijk overgaan in een uitgestrekt heuvelachtig heidelandschap. Elke zomer hetzelfde onvergetelijke schouwspel. De bloeiende heide ten noorden van Arnhem. Uren kon ik met mijn auto dwalen door dit uitgestrekte gebied waar heide, bos en zandverstuiving elkaar steeds weer afwisselen. Te midden van al deze schoonheid vond ik het Rijksmuseum Kröller-Müller met zijn unieke collectie moderne kunst. Werken van Vincent van Gogh, de grootste verzameling ter wereld, een weelde van kunstbezit. Van het Kröller-Müller Museum door een typisch Nederlands landschap naar een ander museum, wellicht het meest merkwaardige dat Nederland kent. Het Openluchtmuseum, Nederland in een notendop. Waarnaar tientallen boerderijen, ophaalbruggen, molens uit het gehele land steen voor steen zijn overgebracht en weer opgebouwd. Dit is Nederland. Ranke geveltjes en propere huisjes. Dit is Nederland, een land waarin het goed is te zijn. Het land met zijn vriendelijke contrasten. Het land met het intense verkeer in en door de steden. Met zijn terrassen. Met zijn talloze fietsen. En zijn rust. In Arnhem wordt hard gewerkt. En daarom ook de rust zozeer gecultiveerd. Want rust is hier een deugd. Rust wordt hier geboden in overvloed. Voor de vermoeide toerist de meest comfortabele hotels.
verscholen tussen prachtig loofhout, een rustoord voor oud-militairen. Ik houd niet alleen van de schoonheid van deze stad in het fleurige zonlicht, maar ook in de avond, wanneer duizenden lampjes de stad feestelijk verlichten. Ik hou van de Hollandse intimiteit. De sprankelende gezelligheid van de Arnhemse straten. Misschien niet zo imposant als Times Square, Piccadilly, Champs-Élysées of Kurfürstendamm, maar wel gezellig. Maar ook u kunt hier heerlijk eten. Ook u vindt hier een bedgesprek. Reserveert u ook eens een plaats in Arnhem.